grondconversie eindelijk een feit in Suriname. Het is zover. Grondconversie is eindelijk een feit in Suriname. Wat is grondconversie? Dat is het omzetten van een erfpacht of grondhuurperceel in eigendom. Voor wie en hoe is dat mogelijk? Wat moet u daarvoor doen en wat heeft u allemaal nodig? Dit alles leggen wij uit in het bijgaand filmpje. Grondconversie is mogelijk voor personen die beschikken over een stuk domeingrond tot een grootte van 2500 vierkante meter. U kunt dat nu volledig omzetten in eigendom. En het goede nieuws is dat dit voor slechts 25 SRD per vierkante meter kan. Uw aanvraag tot grondconversie kunt u indienen bij de grondconversieunit gevestigd aan het Kerkplein nummer 8. Voor de aanvraag heeft u nodig een volledig door u ingevuld aanvraagformulier. Dit formulier kunt u opvragen bij de grondconversieunit. Verder dient u in een kopie van een geldig legitimatiebewijs, een recent uittreksel uit het bevolkingsregister, een recent uittreksel uit de registers van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, een kopie van de toewijzingsbeschikking ter zake grondhuur of erfpacht, de kaart met de perceelidentificatie, een recent hypothecair uittreksel uit het openbaar register van het MI GLIS en een bewijs van betaling van grondhuurvergoeding. Nadat u alles heeft ingediend, worden uw stukken afgehandeld. Vervolgens ontvangt u na goedkeuring een beschikking. Hierna bent u volledig verzekerd van uw grond. U bent rechtmatig eigenaar. Dus huurt u een stukje land tot 2500 vierkante meter of heeft u dat in erfpacht? Bezoek dan vandaag nog de grondconversieunit. Grondconversie, zekerheid voor u en de generatie na u.